Het is een raadsel, maar Zuidwest-Drenthe heeft te maken met massale bijensterfte. Twee imkers in Elim, die op minder dan een kilometer afstand van elkaar zitten, zijn bijna al hun bijen kwijt. Ik ben bezig met de winterbehandeling en ik wil wat zuur laten vallen op de bijen. En wat gebeurt er? De kast is leeg, helemaal leeg. Er zit geen één, ook niet één meer dood erin. Dit is ongekend voor mij, zo 41 van de 50 volken weg. Kijk, voer zit er nog mooi in. Dus dat lijkt erop dat dit verdwijnziekte is. Ze zeggen dat het mogelijk is dat de plantjes het gif opnemen. En dan komt in de nectar en de bijen die zuigen dat op naar het honingmaagje. En dan komt dat ook in die hersens en ze kunnen de weg terug niet vinden. En het resultaat is ja, een lege kast. Ik heb een vermoeden dat als het aan het voer ligt, aan een wintervoer. Want vorig jaar zijn de bijen ingewinterd op eigen honing. En toen was er eenmaal geen bij verdwenen. En nu op suiker, nu zijn ze bijna allemaal verdwenen dus. Of is het die mysterieuze verdwijnziekte? Ja, doe maar. En dan moet je kijken. Dit is het laatste. Hier heb je de koningin. Je ziet het aan de lengte. Ook het kleurtje van de buik is een beetje goudachtig. En hier heb je allemaal werksters, de poetsers, die de koningin lekker gezond houden. Alles dood. Ik had 40, 50, misschien wel 60.000 bijen in één kast. En het is gebeurd. Ja, dat is helaas straks bijen bijkopen. Kikkert laat momenteel 3 monsters onderzoeken bij de Universiteit Wageningen. In januari hoopt hij meer duidelijkheid te krijgen over de bijensterfte.